Davids, in 1883 geboren in een familie van arme rondtrekkende straatartiesten. Een bijzondere man en vanavond geëerd door hedendaagse geliefde artiesten. Want uiteindelijk is het hem niet alleen gelukt om zijn milieu te ontgroeien, maar inspireert hij ons tot op de dag van vandaag met zijn bijzondere werk. Ook mij. Oh, yeah, yeah, yeah. Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld. Want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de ander bij de belt. En die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De een die slaat zijn slag, doet soms wat hij niet mag. De andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelag. Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n hele kleine man met een confectiepakje aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. Verkiezingen in Holland zijn altijd grote pret. Want dan hoor je onze heren, kandidaten, elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel. Wie moet de rekening betalen voor hun hele grote mond? Dat is die kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n man met zo'n 18 euro CNA'tje aan. Zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. Wow, wow, yeah. Wij verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En nou zijn er heel veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken nou, die 18 gulden, neem ie. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal. En wie is weer de dupe van dat vrijheidsideaal? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. Eén met zo'n imitatiejager onderbroekje aan. Zo'n medemeleier, mediumleier van een kleine man.